Je kent dat wel toch? In je organisatie lopen een paar zaken niet helemaal lekker. Een digitale omgeving die niet correspondeert met de nieuwe, die werkplek waar veel aan mankeert, of überhaupt geen digitaal proces voor iets wat al lang gedigitaliseerd had kunnen worden. Juno is er om voor jouw uitdagingen passende oplossingen te bieden. Met behulp van flexibele bedrijfsprocessen en optimale technologie. We noemen dat Business Process Management. Zo realiseren wij een nieuwe manier van werken die aansluit bij jullie bedrijfsprocessen, cultuur en klanten. De afgelopen jaren hebben wij talloze organisaties begeleid naar een nieuwe manier van werken. Wat zien wij gebeuren? Zonder de juiste begeleiding is meer dan de helft van de digitale transformaties niet succesvol. Kwalitatieve technologie alleen is niet voldoende voor een succesvolle digitale transformatie. Zonder stevige inbedding in de organisatie wordt het effect van technologische verandering sterk verminderd. Juno heeft zich gespecialiseerd in de volledige digitale transformatie middels Business Process Management. Gebaseerd op technologie, jouw organisatie en cultuuraspecten van verandering. Onze Transformation Experts combineren inhoudelijke en technische expertise met ruime ervaring op het gebied van organisatieverandering. In 5 fasen realiseren wij een succesvolle digitale transformatie van A tot Z bij jouw organisatie. We verkennen de uitdaging en adviseren je over de best passende oplossing. We realiseren de digitale omgeving en een nieuwe manier van werken, samen met jouw organisatie. Door gebruik te maken van passende technologie en met oog voor de gewenste organisatieverandering. We implementeren de oplossing, we begeleiden jouw medewerkers naar de nieuwe werksituatie en we maken het netjes af. In de gebruiksfase verankeren we de digitale transformatie voor de lange termijn. Kunnen wij je helpen? Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan. Jouw succes is ons succes. Wij zijn Juno, wij zijn Digital Transformation Experts en maken graag kennis met je.